5 meest voorkomende storingen van magneetventielen. Magneetventielen zijn zeer gevoelig voor vuildeeltjes in de vloeistof. Als u een probleem hebt met een lekkend magneetventiel, is de reden meestal te wijten aan kleine deeltjes zand, roest, vuilsel of stukjes teflontape op de klepzitting of in openingen. Reinig de kleponderdelen altijd zorgvuldig door de klep voorzichtig te openen en de onderdelen onder de kraan af te spoelen. Zorg dat de leidingen schoon zijn. Het wordt aanbevolen om de leidingen door te spoelen voordat u de klep aansluit. Als de klep niet goed opent of sluit, controleer dan of de stroomrichting overeenstemt met de indicatoren op de klep en controleer of de klepdrukverschil vereist om te werken. Indirect bediende kleppen vereisen een drukverschil van typisch 0,5 bar om te openen. Indirect gestuurde elektromagnetische kleppen worden ook wel servo of servobediende genoemd. Als de klep niet afsluit of lekt, inspecteer en vervang beschadigde of versleten membranen, afdichtingen en o-ringen. Zelfs een zeer kleine lekkage kan ervoor zorgen dat de klep defect raakt. Symptomen van spoeldefecten zijn meestal brandplekken, scheuren, koud bij stroomtoevoer, oneindig weerstand of als u geen klik hoort in de klep bij activering. Zorg er altijd voor dat de voeding correct is en dat de spoelwarmte kan afvoeren door ventilatie. Bekrachtig nooit de spoel wanneer deze niet op het ventiel is gemonteerd. Als de klep niet correct wordt geopend of gesloten, controleer of de voeding, aansluiting en bedrading correct zijn. Als je meer wilt weten, bezoek ons dan op theemsen.nl.